In deze aflevering ga ik je 5 schildertips geven wat je kunt doen bij het aanbrengen van grondverf op hout. Het is eigenlijk een hele lange live versie geweest van ruim 2 uur, maar ik heb even voor jou de meest belangrijke punten eruit gehaald en samengemaakt tot 1 filmpje, zodat je deze tips kan toepassen als je binnenkort je schilderwerk gaat schilderen en eigenlijk van kaal hout weer gaat gronden totdat je het gaat aflakken. Nou, als je de hele live versie wilt bekijken, dan kun je de link vinden in de beschrijving. En als je deze tips gaat toepassen, laat mij weten dan in een reactie wat jouw werkzaamheden, hoe die zijn verbeterd en of je er wat vanuit hebt geleerd. Als je nog geen abonnee bent, abonneer dan even hieronder door op de rode knop te klikken en we gaan snel van start. Nummer 1. Bartender zegt, hoe vaak moet je een deur in de grondverf zetten? Dat is afhankelijk van de staat van de deur. Als een deur nou helemaal kaal is, dan kun je, zou ik zelf zeggen, van sowieso minimaal 2 grondlagen. Maar wil je hem echt gewoon goed hebben, dat hij een volle dikte krijgt en dat hij goede volume krijgt in zijn verf, zou ik hem persoonlijk voor mijn eigen deur, zou ik hem 3 keer gronden. Waarvan je de eerste grondlaag een wat dunner doet, zodat je de vezels even goed geraakt worden en dat het even in kan dringen in de ondergrond. En dat je hem daarna licht kan opschuren. Dan kun je hem de tweede laag wat voller op gaan zetten en waarschijnlijk misschien wat dingen bewerken, zoals met plamuur of wat dan ook. En als je die dan hebt gedaan, dan kun je vervolgens daarna een derde laag doen. En als je die derde laag hebt gedaan, dan kun je hem van daaruit heel licht aftoppen. Dan haal je de kleine pukkeltjes er nog uit. En als je dan gaat aflakken, ja, dan kan je de deur natuurlijk hartstikke mooi krijgen. Nummer 2. En voor het schuurpapier die je dan gebruikt, dat is ook weer afhankelijk. Ik heb op mijn kanaal heb ik een item over schuurpapier. Verschillende soorten schuurpapier, dus eigenlijk de korrel die erin zit. Hè. De korrel bespreken we altijd met de P-nummer. Die staat altijd achterop, een P-nummer. P40 is heel grof. En P500 is eigenlijk heel fijn. En je moet het eigenlijk zo zien om het goed te kunnen onthouden, is dat je zegt van, nou, op één zo'n vierkantje kunnen maar 40 korrels op. Dus eigenlijk heb je hele grove stenen. Of als je zegt, op een heel klein vierkantje kun je 500 steentjes in doen. Nou, dan betekent eigenlijk dat die stenen kleiner moeten zijn. En daardoor dus ook natuurlijk het papier, het schuurpapier, minder grof wordt. Dus heel fijn schuurpapiertje. Nummer 3. Een lakplamuur gebruik ik alleen als je echt hele kleine dingetjes nog uit moet halen. Als je bijvoorbeeld je ondergrond kaal hebt gemaakt, je hebt hem gegrond, je hebt de grove delen gerepareerd met een epoxy of eventueel een polyester. Nou, afhankelijk van hoe het weer erop zit of je een polyester gaat gebruiken, maar ik zal eerder gaan voor een epoxy. En dan heb je hem 2-3 keer misschien in de grondverf staan. En dan zitten er misschien nog hele kleine haarscheurtjes, hele kleine nerfjes, of heel kleine putjes of deukjes vanwege dat de krabber daar een keer langs is geweest. En dan kun je lakplamuur gebruiken, die laat je goed drogen, daarna schuur je mooi af en dan doe je nog 1 grondlaag overheen en dan kun je mooi afwerken. Ik zelf zou ook weer daarin, wanneer je hem helemaal kaal hebt gemaakt, na de eerste keer gronden, al gaan beginnen met eventueel lakplamuur, omdat er daarna nog 2 grondlagen op komen. Ik wil je wel adviseren om A, niet te veel te gaan plamuren, want plamuur is echt een slechte schakel ertussen in je verfsysteem. En B, als je lakplamuur gaat gebruiken, ik heb ergens in een van mijn filmpjes, daar heb ik een, en misschien als ik deze later nog even nakijk, doe ik ze in de YouTube kaarten. Heb ik een kaart in
waarin je plamuur eigenlijk even op kleur maakt. Dat kun je met gips, kun je dat natuurlijk op kleur maken, maar ook met plamuur, dan kun je een beetje van je verf, doe je in die plamuur, dat mix je samen en dan heb je eigenlijk je plamuur al deels op kleur. En dat maakt het voor jezelf ook makkelijker en mooier bij het gronden. Nummer 4. Heel belangrijk van dit soort dingen is zorgen dat je volume gaat krijgen met de grondverf. Zodat die grondverf echt een bescherming gaat geven. En ik zou jezelf zo zeggen, als je nou met een projectje bezig bent voor jezelf en je moet een aantal ramen doen of zo, begin dan met het allerslechtste. Die ga je dan kaal maken als het moet en gronden en dan ga je vervolgens iets anders doen. En wanneer die droog is, ga nog een keer gronden. En tijdens je hele project, vlak voordat je bijvoorbeeld, stel dat je om 5 uur wil stoppen en het is 4:30 of 4:45, pak dan nog even je kwast en loop even de onderdompeltjes nog allemaal even lichtjes na, juist op de hoeken, juist op de stukken die wat slechter waren, en geef het even een grondverf tijdens die klus. Dan doe je dat elke net aan het einde van de dag. Dan heeft zo'n onderdorpel heeft gewoon misschien 3-4 keer een grondlaagje gehad. Ben je nou zelfstandig en je wilt natuurlijk aan je klant wat verkopen, dan heb je natuurlijk in je offerte misschien opgesteld 2 keer gronden, maar je bent toch bezig met die hele klus, dan kun je natuurlijk naar die klant toe, dat kost voor jou misschien 2 minuten werk, 5 minuten werk, want die potverf staat er al en die kwast heb je ook al van de rest van die andere klussen. Dan stip je dat even bij en aan het einde van jouw klus heb jij die onderdorpeltje 4-5 keer gegrond en dat kun je weer verkopen aan je klanten. Zeg je niet dat je daar geld voor moet vragen, maar dat je zegt van joh, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, dat gedaan en de onderdorpeltjes heb ik zelfs 4 keer gegrond of 5 keer gegrond. Dat zegt iets voor die klant, waarvan die klant zegt, dit is echt een vakman. En je zult zien, jouw naam zal verkondigd worden aan anderen en die persoon die zal jou gewoon de volgende keer weer vragen om bij te werken. En dit is iets waardoor ik dus al 13 jaar zelfstandig ben, waar ik gewoon tot op de dag van vandaag, en heel veel mensen bellen mij dagelijks op, door heel Nederland heen, of ik wil komen schilderen, dan zeg ik van nee, ik doe alleen de filmpjes. Ik geef de filmpjes door, zodat anderen daar verder mee kunnen. Maar ik heb genoeg werk om te doen hier in Apeldoorn en ik word dagelijks gebeld. Dus dit is mijn tip sowieso als jij zelfstandig bent, om daarin verder te gaan. Nummer 5. Een van de foutjes die ik zie, of fouten, nee, ik zeg fouten, maar eigenlijk moet je niet zo bekijken. Maar mijn advies is, zorg dat je de grondverf in de kleur hebt van waar je mee gaat aflakken. Dus in dit geval wordt de deur straks blauw. Zorg dat je die grondverf in diezelfde kleur hebt. Want met name blauw of rood of wat dan ook, als je gaat aflakken, dan kan die best wel doorschijnen, want die lak is anders samengesteld dan de grondverf. Dus soms kun je er dingen doorheen gaan zien en dat moet je zien te voorkomen. Dus als je de grondverf al in jouw kleur hebt, dan heb je hem gewoon al heel mooi in de kleur. Wat jou dus weer scheelt in dat je de aflak niet heel dik hoeft te doen. Dus die kun je wat dunner doen, waardoor die ook misschien wat beter gaat vloeien en nog mooier een glans gaat geven. En je hebt niet het risico dat die gaat doorschijnen als die ondergrondkleur niet helemaal perfect is. Dus zorg dat je hem in die grondkleur krijgt. En dat kun je gewoon bijna in elke bouwmarkt gewoon op kleur laten maken. Dus dat kun je gewoon echt op elke bouwmarkt laten doen. Het is eigenlijk zo, als jij bijvoorbeeld een witte kozijn hebt en je hebt hem heel de tijd wit gegrond en je gaat hem zwart aflakken, of andersom, je hebt zwarte kozijn en je gaat hem wit aflakken, ga maar eens goed kijken. Vaak zie je dat, stel dat je een zwarte kozijn hebt en je gaat hem wit aflakken en je hebt hem steeds zwart gehad en in één keer wit, nog één keer grond en één keer wit, dan zie je vaak dat op den duur
die toplaag van dat witte openspringt. En dan zie je eronder, zie je zwart. Maar die toplaag springt eraf. Hoe komt dit? Omdat tussen die twee lagen zit een spanningsverschil. Die moet je eruit zien te werken. En als je dat dus niet doet, ga je dat soort problemen krijgen. Dus vandaar dat ik je... En dan gaan we gewoon even een andere keer... Ga ik daar wat meer op in. Ga ik er wat meer over uitleggen. Maar mijn advies is... Zorg dat je je laagopbouw altijd probeert in de kleur te gaan krijgen. Al gewoon bij grondlaag 1. Met de kleur die je eigenlijk uiteindelijk wil gaan doen. En natuurlijk als je wit hebt dan, en je wil 9001, dat is net crème wit. Dan kun je rustig wit en crème wit doen. Maar ga niet wit gronden en als die deur blauw moet gaan worden bijvoorbeeld. Zoiets. Nou, ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen uit deze 5 tips. Laat mij even weten hieronder in een reactie welke van deze 5 tips jij gaat toepassen voor komende tijd. En het is best wel mogelijk dat je een kozijn hebt die eigenlijk nog hartstikke goed is, maar op bepaalde plekken niet helemaal. En dat wil je eigenlijk alleen maar bijwerken, niet het hele kozijn moeten overschilderen. Nou, ik heb voor jou hier rechts in het scherm een filmpje waarin ik jou laat zien hoe je een kozijn snel en makkelijk kunt bijwerken zonder dat je er veel kost aan hebt. Ik wil je adviseren om die te gaan bekijken. Doe me nog even een duimpje en zorg dat je hieronder geabonneerd bent. En ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!